Wageningen 0317, City of Life Sciences, Capital of Dreams, Birthplace of Peace. We zijn hier vandaag bij KSV. Normaal hou je een biertje bij de bar, maar bij KSV kan je het ook uit de muur halen tegenwoordig. Laten we gaan kijken hoe dat zit. Let's go. Welkom bij KSV Franciscus. Onlangs hebben wij een nieuw one-tap systeem in gebruik genomen en ik kan jullie vandaag laten zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Voordelen van zo'n systeem zijn allereerst dat het een stuk duurzamer is. Het verbruikt namelijk veel minder stroom dan de installatie die er 13 jaar geleden gebouwd is. En daarnaast kunnen wij een deel van ons pils vervangen wat eerst uit de kratjes kwam en dat we nu namelijk uit de tank. Dus dat bespaart een hoop verpakkingen en kratpils. Nou, we zijn nu in de nieuwe bierkoeling van KSV Franciscus. We zijn deze zomer ons systeem gaan renoveren en zijn nu uitgebreid van 3x1000 naar 4x1000 liter. En heel simpel gezegd is dit de plek waar de reis van het pilsje begint. Nou, het pilsje komt terecht bij onze barren, zoals deze. En deze in de kroegzaal. Sinds kort komt het ook uit onze nieuwe one-taps. Eentje zoals je deze hier ziet. Door middel van je betaalpas kan ieder lid hier een pilsje tappen. Zoals deze. Ja, voilà. Normaal gesproken mogen alleen leden dit doen. Maar voor mij maakt ze deze hier een uitzondering, dus ik ga nu zelf mijn eerste one-tap biertje tappen. Let's go! Ik zet hem hier. Geweldig! Nou, van nog hoop te leren, maar...